Videogames. Spelletjes die in hallen of thuis op de televisie kunnen worden gespeeld. Een rage die in de Verenigde Staten voor een omzet zorgt van ruim 4 miljard dollar. Met de snelheid van een laserstraal en met meer aantrekkingskracht dan de gewone televisie verleiden deze spellen steeds meer mensen om hun capaciteiten eens met een machine te meten. Je kan alleen maar lang rijden als je het goed kent. Kom je eventjes hier en je kent het niet goed, dan speel je een minuut en dan is je gulden weg. Dat is veel te duur. Doe je dit al lang? Ja, ik vind het best wel leuk, weet je. Ik word er echt gestoord van, hoor. Ik vind het krankzinnig. Gulden erin en weg is het geld. Maar ook de moeilijkste spellen zijn tenslotte onder controle te krijgen.